De bunkers die het museumplein in Amsterdam sedert de oorlog ontsierden, worden opgeblazen. En dat moet met het oog op de gebouwen in de omgeving, zoals het Stedelijk Museum, met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Als er voldoende andere veiligheidsmaatregelen genomen zijn, kan het sein voor de reeks ontploffingen worden gegeven. Op 11 en 12 april 2015 hebben we een Oral History Weekend georganiseerd in het Stedelijk Museum, waarin we mensen die nog herinneringen hebben aan de rol van het Stedelijk Museum in de Tweede Wereldoorlog, hebben uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Het heeft te maken met een groot onderzoek wat we de afgelopen jaren hebben verricht over de kunst van de collectie van het Stedelijk Museum in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. Daar is ook een tentoonstelling bij geweest, waarin we al de verschillende verhalen bij elkaar hebben gebracht. Onder meer verhaal over een bunker, een kluis in de duinen bij Castricum. Verhalen over Joodse medewerkers die niet meer in het Stedelijk konden werken. Duitse immigranten die gevlucht waren en in Amsterdam stranden en allerlei opdrachten kregen van het Stedelijk. Tegelijkertijd zijn er dus natuurlijk nog mensen in leven, of kinderen van die mensen, die verhalen hebben. In samenwerking met twee studenten van de Universiteit van Amsterdam zijn we de mensen thuis gaan opzoeken om eerste interviews te doen. Juist in de plek waar ze zich veilig voelen, konden de verhalen echt goed verteld worden. Ik ben de laatste generatie die het heeft meegemaakt. We denken natuurlijk dat we onze collectie heel goed kennen en toch duiken er dan weer nieuwe verhalen op. Zoals bijvoorbeeld van Mirjam Mater, die veel meer wist over een foto gemaakt in de hongerwinter door Emmy Andriessen. In alle catalogi staat dat die genomen is op de Oosterbegraafplaats. Dat is dus echt niet waar, want ik was erbij. Ja. Maar toen ik in het museum kwam voor de tentoonstelling en daar dat papier zag, toen dacht ik, nou, één keer krijg ik de kans om te zeggen dat het niet de Oosterbegraafplaats is. Maar het is echt, echt zorgvliet. Ons eigen onderzoek leidde ook tot de bijzondere rol van Willem Sandberg, op dat moment in de jaren 30 en jaren 40 conservator bij het Stedelijk Museum. Hij zat in het verzet, hij zorgde ervoor dat er een bunker kwam in de duinen bij Castricum, waar de kunstcollectie van het Stedelijk, maar ook van het Rijks, van de koninklijke familie en vele andere, ook Joodse verzamelaars, in bewaard is gebleven tijdens de oorlog. Sandberg was een verzetsman. Hij was vormgever en was goed in staat om persoonsbewijzen te vervalsen. Dat deed hij niet alleen. Er waren natuurlijk meerdere vormgevers die dat konden en deden. Zoals ook de beroemde vormgever Friso Kramer. Dat was mijn werk. Dit was uw werk, echt? Ja, en dit is een vervalsnemer, dan moet je nagaan. Met een pennetje en een puntje ga je dus net zo lang, ging je nadoen. En dan heette je Tijn. Jan Willem. Nadat we de mensen thuis hadden gesproken, hebben we ze dus uitgenodigd in het Stedelijk Museum. In een weekend om ook met elkaar naar elkaars verhalen te luisteren. De onderzoekers die voor het Stedelijk het onderzoek hebben gedaan, waren daar ook bij aanwezig. En dan krijg je natuurlijk ook dat mensen op elkaar gaan reageren en dat er discussie ontstaat. Nee, dat is niet waar. Hij vond dat Bedman zijn vrouw zo commandeerde en dat kon Sandberg niet hebben. Maar of hij zijn kunst ook te Duits vond, maar goed, dat zijn dingen waar je over kan discussiëren. Hoor. Door dit project zie je wat voor impact het museum heeft op de levens van mensen. En die verhalen laten we weer anders kijken. Het is heel fijn om te merken dat het Stedelijk Museum zo'n grote rol heeft gespeeld voor heel veel mensen. Maar ook zo'n bijzondere rol. Welke tentoonstellingen vonden ze nou bijzonder? Welke verhalen grepen ze het meest aan? Hoe belangrijk het publiek is. Hoe belangrijk ook alle mensen daaromheen zijn. En dat er dus heel veel verschillende verhalen over die kunst en over het verleden bestaan. Ik vind het wel mooi dat het overgenomen wordt, doorgegeven wordt. Dat zijn verhalen die maken dat we zijn zoals we zijn.